Dank u wel. Ik vroeg me af of de heer Segers zou kunnen definiëren wat gezondheid voor hem betekent. Wat is zijn definitie van gezondheid? Dat is een hele brede vraag. Ik zou zeggen dat je gezond voedsel, waarvan we weten dat het gezond is, dat je dat tot je kunt nemen. Dat betaalbaar is. Dat je niet verslaafd bent aan roken. Dat je niet verslaafd bent aan middelen die gezondheid aantasten. Maar dat je in die zin in een gezond lichaam en met een gezonde geest een goed leven kan leiden. Ja, deze definitie wordt wel tautologisch genoemd. Hè? Dus wat is gezond? Ja, dat je gezond eet. Wat is gezond? Dat je een gezond lichaam hebt in een gezonde geest. De kwestie was nou juist wat dat ene woordje betekent, gezond. Hoe wordt gezond gedefinieerd? En de reden dat ik het vraag om de heer Segers wat op weg te helpen is dat ik ervan overtuigd ben dat in al deze stukken en ook tijdens dit debat van vandaag een hele enge, hele beperkte definitie van gezond wordt gehanteerd. Namelijk alles dat bijdraagt aan een zo lang mogelijke voortduren van het materiële bestaan zoals wij dat kunnen meten met de medische meetinstrumenten. En ik denk dat dat zo is. Ik denk dat de heer Segers die definitie hanteert van gezond. En mijn vervolgvraag zal dan zijn, maar daar lopen we vooruit. Maar is dat niet een te beperkte definitie? Moeten we niet een veel breder begrip hebben van wat bijvoorbeeld levensgeluk in algemene zin is? En zou het zo kunnen zijn dat wij met onze obsessie voor lichamelijke gezondheid misschien wel de gezondheid van de ziel in brede zin tekort doen? Hele interessante vraag. En dan denk ik ook even terug aan een eerdere interruptie van de heer Baudet. Namelijk, wat er toch een beetje op neerkwam, alle grote boeken en alle grote staatsmannen, dat komt voort uit excessief alcoholgebruik. Dat was ongeveer, de samenvatting. En ik waag dat te betwijfelen, dat een goed boek staat of valt met stevig alcoholgebruik. Sterker, als je kijkt naar de maatschappelijke schade en ook lichamelijke schade van alcohol, dan is dat dramatisch. Dan is dat echt, echt heel slecht. En dat associeer ik op geen enkele manier met gezondheid. Het maakt je ook niet vrij. Want je hebt namelijk een verslaving. Je hebt namelijk een drang om iedere keer te drinken en meer te drinken en te blijven drinken. Met heel veel negatieve gevolgen. Ook voor je directe omgeving. Heel veel agressie komt daaruit voort. Ja, er kan hier en daar eens een keer een goed boek worden geschreven. Maar het staat echt niet in verhouding tot het uitgaansgeweld, tot de rekeningen die bij het ziekenhuis moeten worden betaald en het verdriet wat mensen in de naaste omgeving hebben. Ik vind het niet in verhouding tot elkaar staan. Dus het klinkt heel verheven, hè, van nou ja, we moeten toch vooral inderdaad het misschien een beetje anders bekijken. Ik denk dat een gezonde geest en een gezond lichaam alles met elkaar te maken hebben. Meneer Baudet, voor de laatste interruptie. Dank u wel. Ja, dus je hebt dan aan de ene kant de vraag of al die maatregelen helpen. Hè? Dus ik waag dat te betwijfelen. Ik denk dat als je het gewone gebruik van alcohol bijvoorbeeld of roken band uit het normale opgroeileven van jonge mensen enzovoort, dat je juist coma drinken krijgt en juist excessief drinken. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld landen als in Scandinavië, waar alcohol veel meer uit het normale leven is, Verenigde Staten ook, daar worden mensen veel excessiever dronken dan in Spanje, Frankrijk, Italië, waar het onderdeel is van de normale cultuur. Dus op dat niveau ben ik het al helemaal niet mee eens. Maar ik voeg denk ik toch iets veel breders, veel algemeners. Het gaat niet over bijvoorbeeld het belang van verliefd worden, waar alcohol toch wel bij helpt. Het gaat niet over de waarde van vriendschap, waar allerlei middelen, ook ongezond eten, een uitgebreide maaltijd met veel vlees enzovoort, dat draagt allemaal bij tot ontwikkeling van vriendschap, tot immateriële goederen in het leven van mensen. En ik vind het zo opmerkelijk dat er is helemaal geen oog voor. Hè? Er is helemaal geen oog voor. Het gaat alleen maar over dat meetbare, wat wij kunnen meten. Dat moet omlaag. Als je meer dan 6 glazen wijn per week drinkt, dan ben je een zware drinker volgens deze documenten. Een zware drinker. Dus als je 1 fles alcohol, 1 fles wijn per week drinkt, ben je een zware drinker. En dat moeten we terugdringen. Dat is gevaarlijk, dat is slecht. Ik vind dat zo beperkt. Ik vind dat zo'n beperkte visie op het leven. Kan de heer Segers, die toch in de christelijke traditie staat, waarin het Dionysische element toch ook een plaats heeft, daar niet een beetje in meevoelen? Nou,
was wel een erg lange interruptie, maar goed, meneer Segers. Het christendom in de Dionysische traditie, dat waag ik te betwijfelen. Maar daar kom ik zo op terug. Vriendschap en een goede maaltijd, ja, dat hebben heel veel, die hebben heel veel met elkaar te maken. Dat is absoluut waar. Maar alcohol, dat leidt echt tot heel veel tranen. Veel meer tranen dan tot vriendschap. Ik ben niet in de positie om u pastoraal toe te spreken, maar ik zou er bijna toe geneigd zijn. Matig echt. Echt, doe het niet. En dan wil ik toch inderdaad ook, dan wil ik toch ook nog een schriftwoord. Ik word nu echt expliciet uitgedaagd op mijn christelijke basis. En ik spreek er heel graag over. Zeker als de heer Baudet mij daarop bevraagt. Omdat hij recent ook nog inderdaad hele kritische noten kraakt richting het christendom. In Efeze 5 staat, vers 18 zelfs weet ik uit mijn hoofd. Staat de tegenstelling wordt niet vol van wijn, maar wordt vol van de Heilige Geest. Net leek de heer Baudet die twee op één hoofd te gooien. Dat je heel veel geest hebt als je heel veel drinkt. Paulus die onderscheidt heel nadrukkelijk. Drink nou niet te veel, want dat leidt tot losbandigheid. Maar wees vol van de Heilige Geest. Dat is wat hij zegt. En dat is mijn pastorale woord aan de heer Baudet. Dank u wel. Vervolgt uw betoog, meneer Segers. En wij kunnen na afloop nog even persoonlijk ook even doorpraten. Nee, geen drankje. Ik drink dus helemaal niet, hè. Dus vandaar. Ja. Nee, vandaar dat ik niet zulke goede boeken schrijf, is misschien de recensie van de heer Baudet. Ik wou het niet zeggen, maar... Ja.